Goedemorgen lieve mensen en welkom bij een nieuwe leuke vlog. Vandaag is vrijdag. Yes, oh ik heb zoveel zin in het weekend. Ik ga niet heel veel speciale dingen doen, maar ik ben gewoon door een weekend. Ik heb besloten dat ik gewoon voortaan om 6:30 opsta, want ik echt 5:15 is echt te vroeg. En 6:30 is psychisch beter of zo. Nee, oké, dat klets onzin, maar het is natuurlijk wel weer wat langer. Nou ja, ik zeg het wel, maar gevoelsmatig kan het echt anders voelen. Dus ik ga even een week aankijken hoe dat gaat. Dus dat. Ja, uiteraard zit ik aan mijn bakje koffie. Heb ik dit leuke glittershirt van Ishi aan met deze groene broek. En heb ik weer zin om te werken. Want het is gewoon heel erg leuk om mijn werk. Dus ja. Ik ben benieuwd wat de dag ons gaat brengen. Sorry, ik moest even gapen. Maar ik ben heel erg blij dat ik weekend heb. En ik ga even leren voor theorie. En ik doe iedere keer één training. Dus dat is wel leuk. Ik heb een boekje gehaald bij de HEMA. En dat was deze. En daar staat op doe. Oh, wacht. Doe. Met een uitroepteken. En hier staat don't. Maar ja, ik vond hem heel erg leuk. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon, ik weet niet hoe ik het moet laten zien, want ik kan niet met één hand. Wat ik heel fijn vind en heel overzichtelijk is dus gewoon de vragen erbij schrijven. En dan gewoon het antwoord, een A, een B, een C of een ja of een nee of noem maar op. Dus ja, dat vond ik heel erg handig. Dus ik ga even leren voor theorie en ik ga denk daarna even douchen, want ja, daar ben ik wel aan toe. Ik ben vanmorgen om 7:00 begonnen. En ik heb het idee, want normaal begin ik dan om 5:15, 6:00 zoiets. Ik heb het idee dat ik dus dat de dag dan sneller gaat of zo, omdat ik in één keer doorwerk. Zoals velen van jullie misschien wel weten, werk ik in de schoonmaak. Superleuk werk. Echt heel dankbaar werk ook vooral. Dat moeten we niet vergeten. Maar ja, ik dacht ik ga om 7:00 beginnen. Dat had namelijk wel ik kom niet meer aan woord. Dat had namelijk een positief voordeel. En dat is namelijk dat ik een uur langer kon slapen. En dat vond ik echt super. Dus ja, dat wilde ik even gezegd hebben. Ik ga nu even leren, want anders dan komt er niks van. En ik ga, denk ik, het zijn thematrainingen. Even kijken. Ik heb gisteren 1 gedaan. Misschien dat ik nu 2 en 3 ga doen. En ja. Zo ga ik dus steeds een beetje verder en komt het vanzelf goed. En wat ook misschien wel heel erg leuk is, ik heb nog veel om te vloggen vandaag. Misschien dat ik jullie straks even mee de keuken inneem voor een stukje. Want ik ga een heel lekker gerecht maken. Maar wat het is, dat vertel ik jullie straks. Oh, het leukste en het fijnste moment van de dag is weer aangebroken, jongens. Ik sta namelijk even onder een heerlijk warme douche en ik vind het zo fijn. Goedenavond. Dat was heel serieus. Ik heb even lekker gedoucht, zoals jullie zien. Ik heb even mijn haar gewassen en even een haarmasker ingedaan. En in dit licht is het net of mijn haar een beetje rood is, rood-bruin. Ik vind het heel mooi. De kleur die ik trouwens toen heb gekozen was mokkabruin, dus het kan wel kloppen. Maar ik ga koken en ik wil even een deel aan jullie laten zien. En ik heb iets zelf bedacht, een soort van. Dus ik ga het uitvoeren en ik ga kijken of het lekker is. Dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Maar ik heb hier dus water op staan voor de spaghetti. Dus we eten spaghetti. Het volgende wat ik ga doen is, ik ga gehakt bakken. Ja, ik had echt geluk met zo'n grote verpakking dat die in de aanbieding was. Voor 1,44 jongens, voor, wat was het, 552 gram. Dus die. Dan heb ik het volgende. Ik heb schenkbare kokrom. Ik heb pesto van Gran Italia. Ik heb maïskorrels en deze zijn gewoon lekker goedkoop, maar net zo lekker. Ik heb maïzena om het goedje wat dikker te maken. En zoals ik jullie al liet zien, heb ik gehakt die van 3,41 naar 1,44 is gegaan. Dus dat. En dit is gemengd gehakt, ongekruid.
Maar dat is niet erg, want de kruiden heb ik ook. De kruiden die ik namelijk gebruik zijn mix voor knoflookpoeder en zwarte peper. Dus ik ga dit alles in de pan doen. En ik laat zo meteen even een soort van eindresultaat aan jullie zien. Of ik doe gewoon eventjes stukje voor stukje. Komt goed. En wat ik even heb gedaan is de mais uit laten lekken daar in het vergiet. En ik heb ze niet te lang uit laten lekken, want dan blijft de smaak er nog een beetje in zitten. Nou, zoals jullie zien heb ik hier de boter in de pan gedaan. Daar ga ik nu het gehakt bij doen. Nou lieve mensen, zoals jullie zien heb ik het gehakt in de pan zitten. En daar heb ik de kruiden bij in gedaan. En we slaan. En wat ik nu ga doen, zoals ik jullie al heb laten zien, heb ik de mais afgegoten, een soort van. Maar niet heel, heel lang, want dan houdt hij nog een beetje dat romige smaakje. Die ga ik nu bij het gat in de pan doen. En ik hoor sommige mensen al denken, oh, warme mais is toch niet lekker? Maar wel hoor, het is heerlijk. Nou, dat doe je gewoon even door elkaar. Maakt niet uit. Dus dit is zo. Nou, dan ga ik de spaghetti in de pan doen. Dit wordt een kookvlog. Ik voel hem al aankomen. Nou, dit is dus nog een hele nieuwe. Dat stond op camera. Ik word gevaarlijk. Oké. Hoe kan dat dan? Was hij al open of zo? Oh, mijn cameraman klikt. Knikt, ja. Nou, ik weet nog goed hoeveel ik erin moet doen. Maar ik denk dat dit wel genoeg is. Is het nog te veel? Ja? Oké. Handig hè, zo'n cameraman in huis. Ik heb geleerd dat je pasta nooit mag breken. Dus ik doe het zo in de pan. En eel, een stukje folie. Waarom je pasta niet mag breken, dat weet ik trouwens niet. Maar dat hebben de Italianen bedacht. Dus we doen het met liefde. En ik leg hem eigenlijk gewoon zo neer en dan kan hij inzakken. Nou, dit bakt ondertussen lekker verder. En het is heel simpel, goedkoop, lekker. En eigenlijk kan iedereen dat wel maken. Lekker heavy. Oké. Wat ik er nu dus bij ga doen, zodat alles nog lekker een beetje in kan trekken, is de kookroom. Je moet hem niet schuin houden. Maar goed, het is de kookroom. En die ga ik erbij gooien. Ik weet niet of je moet schudden, maar het doet wel. Oké. Ik denk dat ik een beetje te weinig heb, maar maakt niet uit. Dan gooi je het helemaal erin. Oh, ik denk dat het eigenlijk nog wel genoeg is. Zo. Huppakee. Trouwens jongens, alles in deze video is niet gesponsord. Ik denk, zeg het er maar even bij. Oh nee, dit is zat. Kijk, dat roer je even door elkaar. En ik doe er nog... Oh, ik smeer het uit aan mijn gezicht. Ik doe er nog een klein beetje zout bij. Zo. Zie je dat het een beetje geel wordt? Nou jongens, dan ben ik zo weer bij jullie terug. Tot zo! Nou, het volgende wat ik erin ga doen is de pesto. En het ruikt echt lekker volgens mij. Oh, dit is met basilicum. Je hebt ook rood. Maar ik heb voor dit gerecht de groene nodig. Dus het is eigenlijk een beetje kijken hoeveel je erbij doet. Ik doe al flink wat. Heerlijk. En dat roer je dan. Ik denk zelfs nog dat ik te weinig heb. Dus nog maar meer erbij. Huppakee. Dit is wel lekker hoor.
Nou jongens, ik ben zo meteen terug met het eindresultaat. En dan zien jullie wat het geworden is. Tot zo. Zo lieve mensen. Kijk, dit is het eindresultaat. En wat ziet het er lekker uit. Het is dus gehakt. Ik heb eerst boter ingedaan om het gehakt te bakken. Maar gehakt. Mais. Kokroom. Zout, peper. Een klein beetje knoflookpoeder. En gehakt kruiden. En pesto. En daarna heb ik nog een klein beetje zout ingedaan. De pasta is ook laten koken, zoals je ziet. En ja, zometeen als we het op bord hebben en we hebben het geproefd, dan krijgen jullie het eindresultaat te horen. Ik wou dat jullie dit konden proeven, want oh, het is zo lekker. Maar goed, dat zien jullie zeggen. Als spaghetti gaar is, dan blijft het aan het kastje plakken of aan de muur. Ik ga het even tegen de muur aangooien, dus kijken of die goed is. Let op. 1. Oh, dat gaat goed. 2. Hoe dan? Hij is nog niet goed, dus we moeten poging 2. Ik ga hem nu even op het kastje doen, want dat is wat ruwer of zo. Dus daar gaan we. 1. 2. Hey! Nou, spread kan afgegoten worden. Deze gaan we natuurlijk niet meer gebruiken. Dus die doen we weg. Hoppakee. En dan ga ik even de spaghetti afgieten, op de bordjes doen en dan kunnen we eten. Ja. Mochten jullie dit soort video's nou leuk vinden, laat even weten in de reacties. En dan maak ik wat meer kookvlogs, want ik vind het wel leuk om te doen. Huppakee. Nou, dan gaat de pasta door de saus heen. Dat is het allerlekkerste. Huppakee, huppakee. Lekker bende hier, hè? Nou, lieve mensen, let op. Hatschakee. Dit gaan we door elkaar roeren. Het was eigenlijk geheim recept. Nee hoor jongens. Ik zou zeggen, maak het thuis lekker na. En dan zou ik het super leuk vinden als jullie eventjes op mijn Instagram, die zal ik zo meteen even in beeld zetten. Als jullie op mijn Instagram een foto achterlaten en dit recept na gaan maken, zou ik super tof vinden. Dus laat het me weten. En dan doe ik dit even doorroeren. En dan ben ik straks bij jullie terug. Doei! Oh jongens, kijk dan. Dit is het eindresultaat van de heerlijke pasta à la Lisa Jansen. Lekker, lekker op zijn Nederlands. Of zijn Hollands, wat is het? Maar ik hoop echt dat jullie hebben genoten van deze vlog. Ik vond het zo leuk om te doen. Maar ja, ik geniet van elke vlog die ik kan maken voor jullie. Dus dat. Ik ga genieten van het eten. Of wij gaan genieten van het eten. Ik hoop dat het heel erg lekker is. Dit is ook voor mij de eerste keer. Maar nogmaals, ik zou het super tof vinden als jullie dit recept na willen maken. En op mijn Instagram een foto willen achterlaten. Of mij er in ieder geval in willen taggen. Tekken. Zo, lekker Lies. En daar eventjes een foto plaatsen met dit recept. Zou ik super tof vinden. Echt heel erg leuk. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je mijn video nou leuk vond. Als je mijn kanaal leuk vindt. En doe even een dikke blauwe duim omhoog. En dan zie ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik tot morgen. Doei!